Ons nu liedje de luidje los. Het leven is lang nog niet voorbij. Jawohl, let's go. Het daak ging eraf bij een optreden van Dortmund Deul. Hij bij jeugdcarnavalsvereniging De Duurkjes in Riemerstok. Onder leiding van een prins en prinses. Prins Tigo en prinses Lisa. Prinses Lisa, wie vond je tegen het optreden van Dortmund Deul? Ik vond het heel leuk. Ja? Wie is het om dit jaar prinses te zien? Ja, het is anders als andere jaren. Ja. Wat is ze allemaal wel kunnen doen? Verrijden een bingo en een quiz al gehad. Dus. Oké. Okay. En mocht u dan de prijs uitdelen of wat mocht ze doen als prinses? Verrijen met de bingo, hij heeft een filmpje gemaakt. Ja. En toen heeft hij het mooiste hoes van Riemerstok uitgekozen. Oké, en wat was er zo schoon in het hoes? Allerlei rood, geel, groene kleuren? Of? Ja. Ja, ja. Wat vond ze van dat ze heen met kost dansen nou weer? Met Dortmund Deul? Ja, leuk. Ja?
Dan gaan we even naar de heren zelf toe. Ja, heren, het is anders dan anders, maar toch leuk dat je nou kunt optreden toch voor die Schinger. Hè? Ja, absoluut, absoluut. Ja, wij zijn hier ook carnavalisten en willen natuurlijk ook de sfeer hebben. Het is natuurlijk heel moeilijk in het moment, maar wij proberen het beste te doen. Hè. Ja. Het was fantastisch, de kinderen hebben heel goed meegemaakt. Super. Ja. Is het nog anders om voor kinderen te zingen en te spelen dan voor volwassenen? Ja, zeker is dat anders. Ja. Ja, dus die doen mee, die zijn de kleuren van de kostuumen, die zijn meer begeisterd. De kinderen zo maakt dat een groot plezier. Ja, ja. Maar wat me wel opviel, het was net of dat toen voor een volle zaal stond, zo enthousiast zongsteek en sprongsteek. Ja, maar dat moet. We hebben natuurlijk voor zo'n ochtend voor live publiek op te trainen, het beste, met dit jaar niet. En de mensen zijn toen aan de televisie, dan moet dat terugkomen. Ja, denk je dat ze toen ook met zien gaan dansen en springen? Ja, zeker. Ja. Ik denk de mensen willen nog een beetje carnaval te huis hebben in de woonkamer. En ja, ik ben overtuigd dat ook vele mensen dan nog metspringen en zingen en ook kostuums aan hebben voor een beetje de carnavalsfeer te hebben. Ja, maar een vreemde vastelovend, een vreemde carnaval is het. Ja, dat is een heel vreemde vastelovend. Voor 1 jaar hebben we dat niet gedacht. Maar wij hopen natuurlijk in het volgende seizoen dat er weer een beetje normaliteit zal komen. Oké. En prinses Elisa, mogen ze dan weer terugkomen voor het vierste? Jazeker. Oké, je mag wel terugkomen. Dank je wel. Oké, vanuit Rimmerstrok terug naar Maastricht, Maurice.